De minister van Griekenland werd eind 2009 wakker en vertrok naar zijn werk en kwam daar tot de ontdekking dat de staatsschuld van zijn land vele malen groter was dan ze tot dan toe hadden gedacht in Griekenland. Hij besefte zich dat dit iets was wat verregaande gevolgen had voor de hele eurozone en dat hij dit samen met andere ministers van Financiën en met Europese leiders van de lidstaten op moest lossen. Zij vertrok naar Brussel en daar begon eigenlijk wat we tot nu toe nog steeds kennen als de eurocrisis. Nou, we weten eigenlijk nog niet zo heel goed hoe Europees leiderschap precies werkt. Dus hoe al die poppetjes in Europa met elkaar samenwerken in besluitvorming in dit soort lastige situaties. En ik onderzoek hoe politiek leiders gebruik maken van hun ideeën en aannames over een crisis en in dit geval over de economie. En ik bekijk of die ideeën en aannames gedurende de crisis veranderen en of ze dus naar elkaar toe bewegen, van elkaar af bewegen en wat dat kan verklaren. Ik doe dat door te kijken naar de communicatie van politiek leiders naar het publiek. Dus ik gebruik daarvoor hun speeches die zij geven gedurende de eurocrisis. En daarin probeer ik te ontdekken welke aannames zij daarin presenteren of welke eigenlijk causale relaties zij trekken. Dus zegt Merkel bijvoorbeeld, we moeten ons strak aan de begrotingsregels die we samen hebben afgesproken houden, want alleen dan gaat het goed met de euro. Of zegt ze, we zouden eigenlijk beter moeten kijken naar een flexibele interpretatie van die begrotingsregels, want niet alle landen zijn hetzelfde. Een groot deel van de tijd zit ik zeker achter mijn computer. Dan verwerk ik die speeches tot soort cognitieve mindmaps. Het geeft een overzicht van die causale relaties in een bepaalde periode. Maar mijn plan is ook om naar Brussel te vertrekken om daar te spreken met de mensen verantwoordelijk voor deze crisis. En dat is eigenlijk nog best lastig om daar toegang toe te krijgen. Want probeer maar eens goed uit te zoeken wie eigenlijk op welke positie zit en probeer dan ook maar eens een afspraak met dat soort mensen te maken. Dus dat is een hele uitdaging. Als je in de bestuurskunde werkt, heeft eigenlijk altijd iedereen een mening over jouw vakgebied. Dus die leiders, die doen het toch nooit goed. Of de oplossing is toch eigenlijk zo, het zou toch eigenlijk zo moeten. En het leuke aan dit werk vind ik dat je dus altijd die meningen kunt betwijfelen. Dat je in zekere zin verder gaat waar de krant ophoudt. En dat doe je in je onderzoek, maar dat doe je ook zeker in je onderwijs, waar je met studenten de tijd hebt om een bepaald vraagstuk verder uit te diepen. Ja, dus ik dacht, je kunt aan de ene kant leiderschap bestuderen, maar je kunt jezelf ook de vraag stellen, wat kan ik zelf doen in tijden van crisis? Nou, toen de vluchtelingencrisis op zijn piek was in Europa, maar ook in Nederland, waren er natuurlijk veel mensen die in AZC zaten te wachten om verder te kunnen met hun leven. En ik geef vrij veel les ook aan de universiteit. En ik dacht, daar kan vast wel een extra stoel bij voor een vluchtelingstudent. Dus zo heb ik een project opgezet waarbij vluchtelingstudenten mee kunnen doen in ons universitair onderwijs. En dat is een hartstikke leuk en succesvol project. En daar hebben tot nu toe ruim 250 studenten aan deelgenomen. Faces of Science.